Yo kijkers, en welkom weer bij een hele nieuwe video van Farming Simulator 22 Zero Money. Ik ben de combine nog altijd vergeten weg te doen. Ja, maar dat komt echt wel in orde, daar moet ik echt wel voor kijken. Vandaag gaan we natuurlijk weer Zero Money. Vandaag zijn we weer op onze boerderij gestart. Dit is aflevering 41. Ik heb even een paar dingen zitten bekijken, jobjes. We gaan eerst beginnen met ploegen. Hier houden we dan een werker opzetten. Dan gaan we ook nog best een beetje gaan bemesten. Dus we gaan eerst een paar, twee dingen, of ik weet niet hoeveel dat we gaan doen, gaan we bevestigen. En dan gaan we best een paar zakken kopen. Want anders krijgen we de geld weer niet terug van onze zakken. Oh my god, die valt er, heeft er wel moeite mee met dit ploegje, jongen. Maar als je deze serie als is al leuk vindt, vergeet dan zeker niet te liken en te abonneren. De bedoeling is eigenlijk van deze serie dat we zoveel mogelijk geld gaan verdienen. We zijn begonnen met Zero Money, zegt de serie zelf ook. Nu al €4000. We zijn aan het sparen voor een tweede veld. En als we ons tweede veld hebben, gaan we sparen voor dieren. Ja, voor schapen, denk ik. Ik denk dat we dan voor schapen gaan. Schapen is wel... verdient wel mooi geld. Of kippen kunnen we ook. Maar kijk, we hebben onze strobalen. En we hebben ook nog onze herst. Dat we geoost hebben, maar dat gaan we nog even laten liggen. En dan pas gaan we pas verkopen als de hoge prijs is. En wel een beetje extra winst. En nu gaan we weer even een paar taakjes zitten doen waarmee we wel extra geld mee kunnen verdienen. De bedoeling is misschien om een tweede veld aankopen en dat dan gras te gaan doen. En dan kunnen we daar, dan moeten we ook nog een opraapwagen hebben. En dan kunnen we silage hebben. Silage, daar kan ik ook meer geld mee verdienen. Maar we zullen nog een keer moeten bekijken of silage wel goed is of niet goed. Maar we gaan eerst weer beginnen met het ploegen van een veld. Het is misschien weer een beetje werk. Het is alleen maar werken voor andere boeren. Maar binnenkort gaan we ook een keer beginnen met onze eigen bomen te gaan omkappen. Dat is ook wel een beetje leuk om te doen. Maar in principe is het makkelijker om een snippermachine te hebben. Ik zal even kijken wat de baan het beste is. Om daar veld 41 te doen. Nou, weet je wel. We gaan gewoon even over het wissen naar de verkeerde baan. Kijk, dat is normaal geen probleem. Minder fixen dan die wel. We kunnen gewoon langs hier. Maar ik zie jullie als ik bij het veld ben, dus tot straks. Zo, voilà. En we zijn weer bezig. Normaal gezien is die nu goed ingesteld. We gingen even die kant op, snap toch wel. Maar we gaan 4 rondjes doen. En dan gaat hij heel dit heel op en neer. Dus we gaan zien hoe dat hij doet. Ik ga met... Met de Nieuwe Holland. Ga ik even, ja. Moet ik. Ook weer gaan herstellen. Ga hier weer. Zoveel kosten ze. En dan met de vent gaan we ook weer kosten doen. Onze Nieuwe Holland repareren. €3000. Zoveel geld, jongen. Ongelooflijk. We gaan daar weer. We kunnen geen zaken mee komen. Shit. Ja, hallo. Nu moeten we. Ja, we kunnen geen zakken mee kopen voor kunstmest. Lekker pik.
Alright, we moeten even een paar veldjes hebben bemest. Hoeveel kost... Ja, een zak kost 4000 euro, dacht ik. Dus ik krijg veel geld, hè. Kunstmest. De, ja, kijk. Vette verhaald, jong. Zot. Maar we hebben er wel een beetje zaam, maar ja, kijk. Dat er allemaal niet van hetzelfde komen, hè. Alright, we gaan een paar artikeltjes lenen voor bemesten. Oosten bemesten, hier. Veld 28, is dat hier in de buurt? Echt van wel. 28 hier, ja. Dat kunnen wij bemesten. Dat gaan wij doen. En veld 47. Ja, we gaan een beetje groot zoiets bouwen. 47. Ah, hier. 74 is daar. Alright. Misschien kunnen we nog een veldje ertussen doen. Een veldje in de 40. Hier. 52. Waar is 52? 52 is hier ook al wat. Die kunnen we er nog tussen bouwen. Maar die gaan we nog niet doen. Want als we nu de haalt pakken van dat veld dat we nu gaan doen. En dan kopen we nog een extra zak. Dan komt die dan bij de zak terug. Krijgen we dat haalt van die zak terug dat we gekocht hebben. Normaal gezien, hè. We gaan het zien. En als het niet werkt, ja, kijk. Hou het geprobeerd, maar ik dacht dat dat lukt. Maar ja, ik ga even hier dat veld hier even gaan bemesten. Kijk, we zijn hier als ons veldje, maar het ziet er ook zo schoon uit. We zijn er eigenlijk echt een schoon veld, hè. Als we dat veld hier nog kunnen bijkomen. Oei, veld 25. Kost wel veel, kost wel veel. We kunnen het altijd proberen, nee, maar ja, ik denk dat dat niet gaat willen. We gaan hier even dat veldje hier gaan bemesten. En ik zie dat als we in de helft zitten van dit veld tussen. Tot straks. Het is wel een beetje moeilijk te zien, omdat het zo al geruïd is. Maar kijk, ja. Allee, kan wel. Nu als ik zo bijna ben, kan je het haalt. Kom, kom, kom. Allee. 99% bijna. Ja, kijk. Oh, ja, voilà. En nu kunnen we de haalt hier gaan accepteren. Kunnen we er een nieuwe jacksje komen. Dan moeten we eerst de andere velden gaan accepteren. Kijk. Afgerond. Verzamelen. En dan pakken we nu... Bemesten. Veld 52. Accepteren. En nu gaan we zelf even nog een zakje bijkopen. Kunstmest. Kopen. We gaan het zien of het werkt. Hè. Ik weet het niet zeker of het werkt, maar we gaan het zien. Ja, veld 52 is ook, zit op de route om naar veld 75 te gaan. Dus kijk, dat gaat in orde. En als we niet genoeg hebben, ja, weet wel, zitten we zwaar in de pinari. Maar ik hoop wel dat we genoeg gaan doen. Maar ik zou best voor de zekerheid nog een zak extra komen. En dan ga ik best ook veld 75 gaan accepteren en ook een zakje komen. Ik denk dat ik het zo ga doen. En dan, ja, al hebben we dat gedaan, hebben we misschien een beetje... Hey, zot! Hebben we misschien al een beetje geld verdiend. En dan ga ik verder doen met het ploegen. Maar denk dat we ook echt eerst gaan investeren in een hoge drugsbuit. Dat had denk ik onze eerste investering zijn. Dat we echt gaan doen. Een hoge drugsbuit. Een hoge drugsbuit. Hallo. Controle wel even niet werken. Ja, voilà, nu werkt het weer.
prima. Allee. Ziezo. Ook niet. En ja, ik ga dan weer naar veld 52 en ik zie jullie daar als ik ongeveer op de helft zit van het veld te zien. Tot straks. Zo, voilà, we zien hier alweer weer op de helft van dit veld. Ja, een beetje irritant dat dit een niet zo heel mooi recht veld is. Maar ja, kijk, dat lukt natuurlijk ook, hè. Dus, ik denk dat we nu ongeveer 80% zijn dus over dit veld. Zo, prima. Oké, nu. Actief. Ja, kijk, 90%. Alleen, ik hoop alleen dat daghoekje en dat we dan compleet zien. We gaan het zien, hè. Want ja, anders ook gewoon nog een beetje in de hoekjes, een beetje overal. Waar ik het nog niet gedaan. Maar ik hoop wel dat het goed gaat zijn. Zo, hier kan je het wel nog redelijk goed zien waar dat je bent geweest. Maar het is ook wel nog altijd moeilijk, hoor. Maak ik alleen nog hier dat hoekje. En normaal zie je dat dan goed moeten zijn. Maar ja, kijk, tussen normaal gezien en wel gezien is het nog een verschilletje. Hoeveel procent zitten we er nu? Ah, nee. We gaan nog een beetje overal stroom doen. Daar in de hoek ook wel iets niet gedaan. En dan is het zo'n strooi voor zat, hè. Ja, iedere veld 75 had ik ook niet meer een grasbal doen, want dat was gewoon een scam. Ja. Boven is ik weer hier beginnen. Dat zijn hier ook bieten. Het zijn hier overal bieten tegenwoordig, holy moly. Maar kijk, het haalt, koopt al. Als we nu haalt hem voor een hoge drukreiniger te kopen, dan houden we dat direct kopen. Echt daar. Dat houden we direct doen. Een hoge drukspuit. En we gaan er geld genoeg voor hem. Punt. Echt waar. Dat houden we direct aankomen. Een hoge drukspuit. Want ik denk dat onze machines zo snel kapot gaan, omdat we ze gewoon niet onderhouden van veiligheid en zo. Ik denk daarom. Het zou kunnen. Ik zou het niet weten. Maar we gaan het zien. We doen eerst de koppakker, maar we gaan dan ook eerst ook onze dingen bijvullen. Dus ja, kijk. Dat wordt hier ook weer een leuke. Een beetje bemesten. We zijn nu een half uur aan het opnemen en ik ben best wel weer wel haalt gemaakt. Niet heel veel haalt, maar ook niet weinig. Ziezo, opruimt staat netjes altijd. Maar ja, ik zie jullie ook weer als we op ongeveer op het einde zitten van dit veld. Dus tot straks. Voilà, veld 74 is ook afgerond. Dus wij kunnen naar huis rijden. Ik ga alles thuis zetten. En dan ga ik... ja, wat ga ik dan doen? Een hoge drukreiniger kopen? Ja, we gaan een hoge drukreiniger kopen, want het is echt wel nodig. Dus, maar ja, ik zie jullie als ik de Combine en de New Holland. Zo, voilà, we zijn hier weer terug op de yard.
Eerst gaan we er eerst kijken die hoge drugspuit hier gaan kopen. Waar zit dat hier in staan? Werktuigen. Een kegger. We gaan hem hier zetten. Ziezo. En we gaan ene keer onze machines kruisen. Holy shit, jongen. Is echt lang geduurd, jongen. Onze machines kruisen. Wie had dat nu een keer gedacht? De Nieuwe Holland moet ook een beetje gekust worden. Oh, dit darm is wel niet lang genoeg. Nou, even die combine hier ook een keer gaan wassen. En dan kunnen we ook even zien het klein timelapse maken hoe dat we gaan verder ploegen. Dus, ja, maar ja, ik zie jullie als ik bezig ben met de timelapse, dus geniet. Ik zeg al sinds geniet van de timelapse en tot na het ploegen. Yo!
voor gekregen. Dit is ook waarschijnlijk het einde van deze video. Volgende video gaan we ons veld gaan oosten. Gaan zaaien. Dat gaan we met de Phantom. Met de zaaimachine. Ik heb het veld al ons veld al keer bemest. Dus we gaan zien of dat iets met de winst opbrengt, ja of nee. De salade, de honing doet het ook weer goed. En hier de salade. Twee kropjes salade. Doet ook best prima. Maar kijk, ik ga deze video afsluiten. Ik wil je sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zie je volgende video weer terug. En de volgende aflevering dus. Ik wil je sowieso bedanken om naar deze video te kijken. En ik zeg altijd, tot de volgende keer. Yo!